Mijn naam is Lilith, ik ben 29 jaar en ik woon in Breda samen met mijn man en mijn dochtertje van 3 jaar. Ik heb best wel een moeilijke jeugd gehad. We woonden bij alleen mijn vader. Dus mijn moeder die was best wel buiten beeld in de zin van mijn moeder had schizofrenie. Waardoor zij vaak in opname was. Wij leefden eigenlijk in onzichtbare armoede in de zin van de leerkrachten. Bijvoorbeeld zouden het niet kunnen zien aan onze kleding of misschien wel aan ons eten, maar daar was ook niet altijd zo heel veel aandacht aan. Iets waar je eigenlijk voor moet zorgen dat het geheim blijft, ook omdat mijn vader was daar best wel streng op, van anders worden jullie misschien weggehaald en dat soort dingen. Dus door het feit dat we in armoede leefden, was er een heel ongezonde relatie met eten. Bij mij in ieder geval ontwikkeld, doordat er bepaalde periodes wel eten was en andere periodes geen eten was, dat ik eigenlijk een soort van ging hamsteren. Tijdens periodes er wel eten was. En daarnaast was het ook bij mij een soort van een kopingsmechanisme om dingen te vergeten, waardoor ik ook als kind en als tiener een eetstoornis ontwikkeld heb. En mijn relatie met eten ook heel erg afhankelijk was van hoe ik mij dus voelde, hoe het met mij ging. Als je zwaarder bent, dan is het gewoon veel minder fijn om te bewegen. Dan is het, je bent letterlijk zwaarder, dus je moet meer gewicht met je meedragen tijdens het sporten. Je bent sneller buiten adem en toch vooral het feit dat je er daardoor niet goed in bent. Maar goed, nu doe ik dus wel aan boksen elke maandag. En ik heb wel al eerder een sportcoach benaderd en ook sessies bijgevolgd. Via ben ik dan op zoek gegaan, oorspronkelijk, naar iemand met wie ik samen naar die sportcoach zou kunnen. Daar heeft iemand op gereageerd, daar vind ik heel blij om. En dan kwam dat boksen als idee. En ik merk echt een heel groot verschil met hoe ik het boksen beleef in verhouding met hoe ik zo'n sportschool beleefde, omdat dit veel minder anoniem is. In het begin voelde het een beetje als dat ene meisje in de klas dat helemaal niet mee kan, omdat de rest al veel meer technieken en elkaar ook al beter kende. Maar ik merkte wel heel snel hoe erg mensen bereid zijn om jou iets te leren. Om heel eerlijk te zijn, zie ik sporten wel nog steeds als iets functioneel. Dat moet om een zo goed, gezond mogelijk lichaam te hebben. Ik kijk vaak op tegen gaan sporten, maar ik heb achteraf nog nooit spijt gehad dat ik ben gaan sporten. Dan ben je eigenlijk alleen maar trots en blij en voel je voldaan. En je hebt zoiets van, ik heb iets goed gedaan. Dus dat probeer ik mij ook telkens wel in te prenten op voorhand van, straks ga je blij zijn. Mijn tip voor professionals is vooral om niet te veel te oordelen. Dat het echt wel ingewikkelder is dan het lijkt om te gaan sporten wanneer het niet in je systeem zit. In het verhaal van Lilith hoor je dat bepaalde levensgebeurtenissen of gezondheidsproblemen grote invloed kunnen hebben op je sport- en beweeggedrag. En zeker als dan ook nog geldzorgen daarbij komen kijken, dan zorgt het eigenlijk voor nog meer belemmeringen. En het kan ook het gevoel geven dat sport en bewegen misschien niet voor jou is of dat het niet voor jou weggelegd is. En voor professionals is het dus ook belangrijk dat zij daar oog voor hebben. Dus dat zowel levensgebeurtenissen als gezondheidsproblemen echt van groot belang kunnen zijn. En dat het de stap naar beginnen met sport en bewegen best wel groot kan maken. En juist door er aandacht voor te hebben, kan je die stap verkleinen en er misschien voor zorgen dat mensen wel gaan sporten en bewegen.